deze, die lijkt heel... Er zit een GoPro dingetje op zitten. Dan papa en mama nog geen verkeering, maar... Hele goedemorgen. Welkom in deze nieuwe vlog van Theepark Kids. Leuk dat jullie weer kijken op deze zondagmorgen en Elliot is bezig zijn ontbijt zelf open te snijden. Met een normaal broodmesje. Maar dit is genoeg. Smeermesje. En lukt het wel een beetje? Nee, ik vind het gelukt. Kijk. Hoppa. En wat ga je erop doen vandaag? Ik wil nog dat hebben. Wil je Shem hebben? Is dit Shem? Dat is Shem. Bosvruchten Shem. Goedemorgen Oliver en oma. Hallo. Hallo. Goedemorgen. Dit is bosvruchten Shem. Zitten lekker aan het ontbijt. Terwijl die aan het ontbijt zit, is Mike eventjes aan het douchen en ben ik aan het zorgen dat Rihanna straks lekker wat te drinken heeft. Volgens mij ligt ze te slapen. Daar ligt ze. Hé, en nou gaat papa straks naar de zwemschool. Wat gaan wij dan doen? Speeltuinen bekijken? Olly, waar denk jij aan? Niks. Jij wil niks doen? Nee. Oké, nou dan gaan we lekker slapen tot papa terug is. Ja? Ja? Ja, ik weet iets. Vertel. We gaan naar de Oranje Springtrampolines. Is dat hier? Oh ja. Ja, dat is in Spanje. Dat is al. En dan terwijl je deze... Tussen, terwijl je deze... Ja. Deze doet. Die daar. Ja, oké. Hier. Weet je het zeker? Mhm. Oké. Ik denk het niet namelijk. Weet je waarom ik denk? Kijk, deze staat scheef. Terwijl de onder het plaatje, hieronder staat het plaatje dat hij recht moet zijn. Dus ik denk niet dat hij daar moet. Zie je wat ik bedoel? Ja, dus. Ja. Ja. Ja, of een rechte. Goed zo. Ik doe deze daar. Ja, dat gaat goed. Ja, oké, ja. Nee, die was er weer niet. Het is nog best wel lastig, hè? Nee, hij heeft nu ook een heel hoog nummer, hè? Ja, hij is best pittig. Mij lukt het niet. Deze lukt wel. Ja, nou laten we eerst deze samen doen. Kijken of het ons lukt. Mama, we moeten het allebei eens proberen. Oké. Lukt het een beetje jongens? Nou nee, maar wacht. Ik denk dat die niet die rode hier moet, maar... Oh nee, dat gaat ook niet. Nou dan moet toch per se die rode hier. Dat is één ding dan wat zeker is. Dus kijk of die hier moet. Nee, dit gaat goed hoor. Wel. Nee. Nee, niet die. Ja, probeer die eens daar. Ik probeer deze. Tjonge. Ah ja. Deze is lastig. Nee, want die spook weer niet goed. Tjonge. Papa gaat zich er ook even mee bemoeien. Nou, het is nog best wel lastig. Die rode die moet sowieso daar. Dat is één ding wat zeker is. Welke? Die rode. Die, dat is wat jullie al hebben uitgezocht. Ja, nou ja, kijk, er staat namelijk een aanwijzing onder. Oh ja. Zie je? En verder past er niks, want anders zit hij in de knoop met die spook. Met die spook? Met dit spook. Kijk, man. Ah, nee. Papa. Dat zou ik nog doen. Nee, dat is niet goed, want kijk, dan gaat hij schuin. Terwijl hij een recht licht naar beneden moet hebben. Oh, zie je? Dat was jullie idee. Dat was ons idee. Nee, je komt niet uit, hè? Ik heb hier de oplossing. Rood is niet rood, dat moet groen zijn. En vanaf dan kun je dit denk ik wel. Mama, ik wil meedoen. Dus het hoeft niet specifiek die te zijn? Ik wel, hij moet wel naar beneden. Ja, ja hij moet okay. Naar beneden. Ja. Maar ik had me niet door dat hij inderdaad ook komt. Okay.
Dit is hem. Dan moet deze, denk ik, hier. Ik denk dat dat goed is. Ja, denk ik. Ja, jullie hebben hem. Goed gedaan, jongens. Ja. Die was best lastig. En mogen we kijken welke het was? Het was nummer 39. Die. Welke? Deze? Helemaal in de hoek, bovenin. Die. Ja, die. En terwijl Fajana lekker aan het slapen is en Olly een lekker spelletje aan het doen is, gaan oma en papa er vandoor. Nou, gaan ze uitzwaaien. Doei doei! Het was heel gezellig. Leuk dat ik jullie weer heel lang heb gezien. Succes! Ja, oké. In het zwembad. Doei doei! Doei. Ik loop wel even met jullie mee. Ik heb geen groene bandjes. Ja, ik hou de deur even open. Ik blijf hier staan, anders krijg ik de deur niet open. Doei doei! Wil je nog een kusje geven? Nee, aan papa. Rennen. Ik ben hier. Rennen. Kom maar gauw naar binnen, hoor. Toch nog gelukt. Op je blote voeten. Doei doeg. Hey Elliot, ik heb gisteren allemaal wat spulletjes uit de winkel meegenomen. Kijk, hier loopt de ander toe. Een gat vol met spulletjes. Een nieuwe zwembakjes heb ik meegenomen. Deze is voor papa een vest. Een hele leuke bal, speciaal voor in het water. Die bal ken je nog wel, denk ik, hè? Ja. Ja, eentje voor jou en eentje voor Oliver. Welke is voor mij? Deze is voor Oliver, deze kleurtjes. Even kijken hoor. Deze is voor Oliver. Die is voor jou. Die is wel leuk, hè? Maar dan weten we niet van wie die is. Jawel, er staat een maatje in, dus ik kan dat lezen. Oh, en bij mij welke maatje is dit? Maat 4. Kijk eens. Nog een zwembroek. Wat vind je van deze? Oh. Die is wel leuk voor het schoonspringen. Met een paar extra zwembroeken. En deze, die lijkt heel veel op die je nu al hebt. Het is net ietsjes anders. Zie je dat? Even kijken of het past. Oh mam, een echte snorkel. Ja, van kijk deze die? Nog. Die is ook leuk. En inderdaad een face mask. Daar kun je echt mee snorkelen. Deze zit echt heel goed. En hoe snorkelt die? Ik zal hem eens proberen. Haal ik even een kleur uit mijn haar. Dat je echt helemaal gaat duiken bedoel je? Ja, dat je in de zee heel diep kan. Nee, daar is deze niet voor. Dit is echt om te snorkelen. Ja. Mama, ik hou het stickertje even. Wat gingen jullie nou doen? Wat ik aan het doen ben? Ik moest een sticker van mijn master aan het halen. Zal ik hem even afdoen? Ik stik bij de hoort nu. Wat? Kom, ik doe hem even af. Oh. Oh, nou, omdat het zo aan mijn hoofd getrokken wordt. Oh, dat is leuk jongens. Er kan een GoPro hierop worden bevestigd. Dus wat? Ik kan er ook onderwatervideo's mee maken. Wauw! Dat is cool, hè? Ik wil dat doen. Ga jij er onderwatervideo's mee maken? Ja. Oh, mocht je dit nou ook interessant vinden, wij verkopen deze. Dus kijk even op www.zwemmershop.nl. Dan staan ze in onze webshop. Ja. Maar dit is pasmodel die van de pop afkomt. Ja. Dus ik denk, nou die neem ik mooi mee. Ja, maar ik pas even van pas. Ja, pas jij maar even. Ik wist helemaal niet dat er een GoPro dingetje op zit. Dat is wel heel erg leuk. Hallo. Hij is wel wat groot voor je. Hoor je me? Ja, ik hoor je. Ziet er ook wel uit, El. El. Ik heb nog een zwembroek. Volgens mij had je deze uitgekozen. Die had ik uitgekozen. Die had je uitgekozen, hè? Ik denk alleen dat hij nog een klein beetje groot voor jou is. Maar ja? Hij is super daar gaat vet. Het. Hij is echt super vet, hè? Uh-huh. Hij is echt heel leuk, ja. Ja, nou ja, voor de mensen die denken, wat hebben jullie veel zwembroeken? Maar aangezien de jongens natuurlijk nu 3 keer in de week schoonspringen doen, slijten die zwembroek gewoon super snel. Oh, daar gaat een kaartje op. Weet je. Door chloor en door zonlicht en zo. Oh, dat geeft niks.
gaan die zwembroeken gewoon super snel. Dus we hebben inderdaad heel veel zwembroeken. Maar ze gaan. Mama, ook, ik wil heel even kijken door. Hoe die. En daarnaast is het ook gewoon leuk om verschillende zwembroeken te hebben. Ik wil heel even kijken. Ja, pas er maar. Pas er maar lekker over je korte broek heen, want dat is echt heel handig. Dat gaat toch helemaal niet? Kun je beter over je onderbroek heen aanpassen? Kijk eens. Oh ja, past perfect. Staat je echt goed. En mij? Ik maak het nog niet over mijn broek. Nee, deze is voor jou. Ja, ga jij hem ook even over je broek aanpassen? Ja. Heb ik nog iets? Ja, ik heb hier zo'n handdoekje. Speciaal voor het schoonspringen. Speciaal? Ja. Mag ik even een uitpakken? Ja, die mag jij uitpakken. Oliver heeft al bijna zijn zwembroek aan. En? Pas perfect, Olly. Ja, ga maar naar het zwembad. Ja, dat is een kaartje die ik naar papa had gestuurd. Toen ik papa net leerde kennen. Mama. Staat je cool. Kijk. En dat is papa. Had mama getekend. Met al die diertjes erbij. Is helemaal in de stijl van de zwemschool toen. Kijk, en hier zie je heel licht onze foto's. Zie je dat in de hoek? Ja, en dan had ik geschreven, lieve Mikey, gefeliciteerd met je verjaardag. Dat je maar ooit een grote jongen mag worden en je dromen uitkomen. Liefst van Floor. Toen hadden papa en mama nog geen verkering, maar die kaart hebben we altijd bewaard. Ja, we zouden van huis, maar Fayana is weer in slaap gevallen. Dus ik ga even een lunch voor de jongens maken. En dan gaan we daarna maar even een rondje lopen. Want volgens mij kunnen wij namelijk skelters huren vandaag. Dus dat is natuurlijk wel heel erg leuk voor de jongens. Ik ben even voor Elliot een broodje kaas aan het maken. Maar dat is wel echt iets wat ik mis in Spanje, kaas. Wel goede Nederlandse kaas eigenlijk. Van de boer natuurlijk, hè. En zelf neem ik een broodje hagelslag. Ook lekker. Eet smakelijk, jongens. Is daar iemand wakker? Is daar iemand wakker geworden? Goedemorgen, lieverd. Ja, middag is het al. Oh, je hebt honger. Ik ga aan de slag. Nou, het hele huilen heeft denk ik een uur geduurd. Dus we zijn nu een uur later. Ze heeft nog steeds niet gegeten, want daar had ze volgens mij geen zin in. Althans niet aan de borst. En ja, vandaag hebben we niks anders dan de borst. Dus nu gaan we maar in de draagzak. Misschien valt ze alweer in slaap. En proberen we straks het voeden weer opnieuw. Ga je mee? Nou ja, je hebt niet echt een keus natuurlijk. Zijn de spookjes daar al klaar? Oeh. Let's go, boys. Was jij al buiten? Nou, let's go. Een bij, kijk, en daar allemaal vlinders, zie je? Ja, een hele grote! Zegt, en hier bovenop zitten ook, hè? Maar die is misschien een beetje te ver voor jullie. Oh, en oh, hier beneden zit er ook een. Wat een mooie vlinderstruik is dit, jongens. Ik ga hem vloggen. Heel mooi. Prachtig. Ik vlog hem heel goed, hè? Ja. Dan komen we onderweg een speeltuintje tegen. Oh, hey, dit is wel een leuke, die bever. Moet hem harder draaien. Moet iemand hem harder draaien? Ja. Welke oh, iemand moet dat doen dan? Jij. Ga, oh, nee, dat dacht niet. Ik al. Nee, niet? Kun je hem harder draaien? Oh, ik doe het wel. Mam, ik doe het wel. Woe, goed van zo, jongens. Je moet het doen. Dan gaan jullie. Ja. En... Wee! Ja. Oh, je goed vast? Nee, de andere kant op. De andere kant op? Ja. En dan moet hij eerst helemaal stilstaan. En lukt dat? Laat je los! Zie je? Durf je er vanaf te springen, Elliot? Ik wil vallen! Zie je dat? 1, 2, zoek een goed plekje uit. Ik denk dat je het wel kan. En jump! Woehoe, goed gedaan! Is het te snel? Moet je heel ver springen. Oh, El is helemaal duizelig ervan. Dit is te moeilijk. Maar hij staat al bijna stil, zo langzaam. 1, 2, heel ver springen, hè? 3. Goed gedaan, ja. Oliver. Dat deed me net niet. Ja. Ging echt goed. Oh, die wil ook op de wippel. Je kunt dat afvast hier op, omdat deze... Oh, die is al beneden. Slim.
iemand. Ja, gaat hij dat doen? Nee. Lukt het al? Ja, nee. Ik moet anders naar boven klimmen. Oh, dat kan ook, ja. Dat is misschien nog slimmer. Nou, daar gaat hij. Mama! Ja? Ik wil bijna duizelen. Duizelig? Mama. Ja? Ik ga er vanaf springen. Ik ga bijna. Waarin? Draaien. En dan doe ik heel veel zin. Even zo. Ja, goed zo. Goed. Goed opgelost, jongens. Afzetten met je voeten. En jullie zweven bijna precies in het midden, zie je dat? Dat jullie ongeveer allebei even zwaar zijn, want Olly zit helemaal op de punt. En Elliot zit een beetje naar voren. Waardoor dit echt heel goed gaat. Wat een slimme wip. Wow, wow. Kijk hem dan. Hij gaat gewoon hier de paal in. Wow, Elliot, dan ben jij sterk, jongen. Muy bien. Horen jullie dat? Ja. Kijk. Aan de kant, jongens, dan kan ze erdoor. Dat is leuk. Hey. Aan de kant, El. Ja, dan gaat ze door. Kijk, naar achter. Ja, dat is van Ori, hè? Met een schatkist heeft ze mee. Ik ben benieuwd wat daarin zit. Nou, Mike had ook nog een fiets gehuurd. Dus we gaan nu even naar de fietsverhuur toe om de fiets op te halen. We zitten een beetje ver van de dom af, maar met de fiets kunnen we 's ochtends makkelijk boodschappjes ophalen. Dit zijn skelters. Mogen we één? Ja, volgens mij kunnen wij een skelter huren. Zullen we even naar binnen? Ja, kunnen we kijken welke we mogen? Ik wil deze oranje. Dan gaan we eens even kijken. Fietsen. En sturen. Ja. Nou, we hebben de skelters opgehaald. Oh no! Woehoe, dat ging net goed. Maar Olly, die kan net niet helemaal goed lekker bij de trappers. Wil je hem meenemen of niet? Wil je hem hier laten? Nee. Meenemen? Oké, ga ik je duwen, maar dan moet je wel goed sturen, ja? Oh, je broer is er al vandoor. En ik had weer een lekker surfverhaal, want ik ging namelijk die fietsen ophalen. Fiets, ik dacht dat het één fiets was, maar het zijn er twee. Dus ik sta bij die incheckbalie. Zegt ze... Nou? Kijk, tussen deze twee dingen. Tussen die twee dingen. Oh, dan gaat Oliver dat ook doen. Goed zo, sturen. Anyways. Sta ik bij die fietsvuur. Zegt hij, ja, maar de fietsen zijn al opgehaald. Dus ik, hè, opgehaald? Ik zeg, ik ben hier nog niet eens geweest. En Mike die is naar het zwembad. Mijn man is naar het zwembad. Vriend trouwens. Dus hij zegt, nou ja, hij is echt opgehaald. Dus op een gegeven moment komen er allemaal collega's bij. Dus bel ik Mike op, heeft hij het inderdaad al opgehaald. Goed sturen, Oliver. Goed sturen. Mooi bien. Ze stonden daar serieus met 5 man achter die balie. Om uit te zoeken wat er met die fietsen was gebeurd. Nou, goed. Goed zo. Je gaat super snel.
Zullen we nu even naar het winkeltje gaan? Want ik denk dat jullie wel een ijsje lusten. En jullie ook. En Fayana heeft nog geen badpak. Dus die kan nog niet meezwemmen. Moet even kijken of we hier een badpakje kunnen kopen voor haar. Ja. Ja? Oké. Okay. Maar mam. Ja? Mama. Die visjes. Het visjes, ja. Maar die is te groot. Dat is pas als ze 5 is. Wat? Zullen we een roze zoeken? Roze? Hier is de ingang, jongens. Deze kant. Ja, hier zijn zwemspullen en zwemluiers en allemaal andere leuke dingen. Kijk, dit is leuk. Oh, die is zeker leuk met die beentjes. Grappig. Kap. Wat is dat? Het is een rups of een worm? Kijk. Nee, een slak. Een slak. Het zijn slakken. Grappig. Hey, stressballen. Stressballen. Ja. Kijk, hier zijn alle baby en kinderzwemspullen. Oh, wat leuk. Het is dat het niet gebruikt wordt. Het ziet er altijd wel heel leuk uit. Schattig. Mam. Ja? We gaan ook even hier kijken. Ja, mam. Gaan jullie maar bij de zwemspullen kijken. Hey, mam, dit. Ja, oh, dat is wel handig misschien. Dat is misschien inderdaad wel een ideetje. Oké, we nemen hem mee. Neem je die mee? Oh, ja. Ja, weet je, Fayana kan nog niet zitten, dus dat kan eigenlijk helemaal niet. We moeten haar nog echt vasthouden. Maar... Dat gaat niet, ja? Gaan deze ook niet. Je hebt al een pior gekregen van oma. Nee, mama. Gaan deze voor baby zusje doen. Oh, voor baby zusje. Dat is eigenlijk alleen maar groot. Nee, ze hebben niks voor babyformaat. Jij, jongen? Nee. Oeh, ja, leuk. Nee, 110 is eigenlijk het kleinste wat ik hier kan vinden. Dus ik denk dat het toch gewoon een zwemluier gaat worden voor Fayana. Ik zie hier ook niks. Nee, geen badpakjes voor baby's, jongens. Helaas, geen badpakje gescoord, maar wel een heel leuk vakantiedoekboek. Mama, ga maar even wat zwemluiers halen. Surfplank. Oh, die zijn ook leuk surfplanken. Van de orka en van Paw Patrol, ja. Die zijn leuk. Hé. Hey. Papa. Ja. Mag ik Fayana? Ik weet niet. Waar is Fayana? Mama, heb hem. Yes, die stoel bij mij. Ja, geen pinnen? Ja. Gaat het lukken? Ja, dat gaat lukken. En terwijl papa ook weer thuis is, zijn de jongens lekker bezig met hun nieuwe doelboek. Hoe gaat het ermee? Goed. Ja? Welke ga je nu maken? Een mama, het is een beetje mislukt. Oh, dat geeft niks. Maar ik dat vind is... dat het twee lijken. Klopt dat? Ja. Wil jij je robot eens laten zien? Want dat vond ik wel heel mooi gemaakt eigenlijk. Kijk, vorige bladzijde, je robot. De ene helft is al getekend en dan moet je dus zelf die andere kant tekenen. Melk is bij deze. Heel goed gedaan. Amy is inmiddels ook weer terug. En we zijn onderweg naar het restaurant met Finini. Zo noemt Oliver Fayana als bijnaam. Finini. Finini! Nee, daar moet je nog even over nadenken. Ja, dat is echt een Hollander. Gazelle. Leuk hoor. Is het een elektrische fiets? Nee. Dat kon je ook kiezen. Het is geen elektrische. Zoveel gaan wij niet fietsen, denk ik. Denk het ook niet. Ik denk dat ik eerder eerst even broodjes halen 's ochtends. Ja, voor de rest is het een workation. Lekker eten bij dit buffetje. Hij is al mooi trekken, jongens. Huh? Hé, die bielen bewegen echt verschrikkelijk. Ja! Ook maar die bielen. Nee, ja! Woehoe! Lekker spelen! Ja! Ik was hier als eerste. Dus Oliver moet thuis. Oké, is hij je koel? Oliver, ben jij dan de koe? Dan probeert hij hem aan je tractor te zetten. Ik vind dat we veel pannenkoekenparties houden de afgelopen dagen. En mama? Ja? Vind die kipgeluiden veel te hard? Nee, ik vind die kipgeluiden wel leuk hier. Vond je nou een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Je moet mij verder in beeld houden. Op ons kanaal. Ja. Nou, maar jij bent langer en mijn arm is niet zo hoog. En je ziet ons morgen in een nieuwe spoedcursus zwemvlog van Team Park Kids. Tot morgen.